We gaan starten met een ketting van lossen. Het maakt voor dit project niet uit welk soort garen, welke dikte en welke haaknaald je gebruikt. Dat mag je helemaal zelf kiezen. Ik ga laten zien hoe je deze poncho helemaal op maat kan maken en jezelf dus het aantal lossen kunt uitrekenen. Ik gebruik een soort lintgaren en een haaknaald 4,5 mm. Het aantal lossen dat je opzet moet een veelvoud zijn van 8. Ik heb het al uitgeprobeerd. Ik heb de opzetronde, dus de lossen, al een keer gedaan. En de eerste toer heb ik al een keer gehaakt. Om uit te proberen hoe de maat werd. Daarbij heb ik toen gemerkt dat het te kort was. Dus ik heb het iets aangepast. En dit is hoe ik het nu ga doen. 14 x 8 is 112 lossen ga ik opzetten. 1, 2, 3, 4, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Nu ga ik controleren of mijn ketting niet gedraaid zit. Dus ik ga hem helemaal langslopen en dan ga ik de cirkel sluiten in de eerste lossen. Zo, en dan kantelen en dan met de voorkant naar je toe in de lossen insteken. En dan maken we een halve vaste om de ketting te sluiten. Pas na de eerste toer kun je echt goed zien of je dit goed hebt gedaan. We moeten alle stokjes die we gaan haken op dezelfde manier zitten. Dus dat ga ik ook zo meteen laten zien. Ik heb dus nu 112 lossen gemaakt. Maar ja, dat is dus voor iedereen verschillend. Dus belangrijk is om te zorgen dat het een veelvoud is van 8. En nu de maatbepaling is gewoon een kwestie van passen. Het moet makkelijk over je hoofd heen passen en blijven rusten op je schouders. Maar ik vind zelf bij een poncho dat de opening meer moet rusten op de schouders. Dus meer richting de arm dan richting de nek. Dat zit gewoon lekkerder. Als dat te veel richting je nek zit, dan zit dat vaak strak. Het model valt dan ook niet lekker. Dus ik hou hem altijd zelf de opening dan wat wijder en dan dat hij net op mijn schouders blijft steken. Maar dat is voor iedereen verschillend. Dat kun je eigenlijk pas goed passen na die eerste toer. Dus we gaan eerst die eerste toer haken en daarna nog een keer passen. Start de eerste toer met 3 lossen. 1, 2, 3. En dan in allebei de volgende lossen een stokje. Zo heb je dus een groepje van 3 stokjes. Dan 1 losse. En dan gaan we 1 steek overslaan. En dan gaan we in de volgende steek weer een stokje maken. En in de volgende 2 ook weer. Dus we gaan steeds groepjes maken van 3 stokjes verdeeld over 3 lossen. Weer 1 losse, 1 losse overslaan,
insteken in de volgende. Ditzelfde blijven we in heel toer 1 herhalen. Als het goed is, eindig je deze toer met een losse, één steek overslaan, een losse overslaan en dan een halve vaste in de derde losse van die eerste drie beginlossen. Nu moeten we twee dingen gaan checken. Als eerste gaan we checken of de eerste toer niet gedraaid zit. Dus als je hem plat neerlegt, moeten alle stokjes mooi plat op elkaar liggen. Het tweede ding wat we moeten checken is of de maat juist is. Dus pas hem, leg hem op je schouders en kijk of dat de juiste maat voor je is. Bij mij was dat de eerste keer niet het geval, dus ik heb het uitgehaald en ik ben opnieuw begonnen. Ik heb gewoon gekeken van moet het groter of kleiner en toen nog een veelvoud van 8 erbij opgeteld. In mijn geval had ik er nog 2 keer 8, dus 16 bij opgeteld. En nu heb ik dus voor de tweede keer dit punt bereikt. Nu weet ik zeker dat hij wel de juiste maat heeft, maar ik ga hem toch voor de zekerheid nog even passen. De maat is goed en de volgende stap is nu het markeren van twee plaatsen waar we steken gaan meerderen. Dat doen we op de volgende manier. Daar hebben we een kleine berekening voor. Het totaal van mijn steken is 112. Dat gaan we delen door 4 en dan heb ik 28. Dan gaan we twee steken markeren. De eerste steek die we markeren is op 1 keer dat aantal. Dus in mijn geval 28. En de tweede keer die we, het tweede steek die we gaan markeren is op 3 keer dat aantal. Dus op 84. Ik gebruik daar gewoon een ander kleur draadje voor. En ik ga gewoon steken tellen. In mijn geval dus tot 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. De steken die je gaat markeren zijn altijd lossen waar geen stokje in zit. Dus dat is de eerste. De tweede steek die ik dus ga markeren is op 3 keer die afstand. Maar ik heb er al 1 gedaan, dus nog 2 keer 28 verder tellen. En dan ga ik daar ook een steek markeren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. En dat is de steek die ik moet hebben. Dus bereken dat voor jezelf. Ik laat het nog even een keer zien. Het aantal lossen dat je hebt gedeeld door 4. En dan de steek markeren op 1 keer dat aantal. En op 3 keer dat aantal. Nu gaan we starten met de volgende toer. Ga eerst met halve vaste over de volgende steken.
Dus het tweede stokje even een halve vast te maken. En het derde stokje een halve vaste. En dan een halve vaste in die tussenruimte. En vanuit hier gaan we verder haken. En dan gaan we weer groepjes maken van drie stokjes. De eerste dus drie lossen voor het eerste stokje. En dan nog twee stokjes erbij in dezelfde ruimte. 1. Dan weer 1 lossen, 3 stokjes in de volgende ruimte. Eén losse, 3 stokjes. Het blijft steeds een herhaling van diezelfde stappen, behalve op de 2 plaatsen die we gemarkeerd hebben, daar gaan we steken meerdere. Die 2 plaatsen worden uiteindelijk de punten van de poncho. Nu zijn we bij die steek die gemarkeerd is. Eerst even weer 1 losse. Dan gaan we maken 3 stokjes. Dus gewoon hetzelfde, een groepje van 3. Eén losse. En dan in diezelfde ruimte nog een keer zo'n groepje van 3. Stokjes. 1. En dit gaat ervoor zorgen dat het uiteindelijk dan die punt wordt. En dan gaan we op de andere gemarkeerde plek ook doen. En voor de rest is het steeds 3 stokjes, 1 losse. Ga zo verder en dan ga ik aan het einde van de toer laten zien hoe we de toer sluiten. Ik heb het laatste groepje van 3 stokjes gemaakt. Nu nog 1 losse en dan ga ik de toer sluiten in de derde losse van die 3 beginlossen. Nu kan ik de toer weer op dezelfde manier starten als dat ik net heb gedaan. Ik kan weer met halve vaste er overheen gaan en dan vanuit dit groepje beginnen. Ik kan ook ervoor kiezen om te starten op de plek waar ik nu ben. En als het ware te starten met dus het allerlaatste stokje. Dus dan maak je hier gewoon 3 lossen. Als zijnde het laatste stokje van de toer straks. En dan 1 losse om over te springen naar de volgende ruimte. Dat ga ik doen, dus ik doe 3 lossen als zijnde een stokje, 1 losse voor het overspringen en dan ga ik hier
een volgende groepje maken. En vanaf nu is het een herhaling van dezelfde dingen, dus gewoon weer een losse en een groepje van 3 stokjes. En op de plaatsen waar je gemeerderd hebt, ga je weer een meerdering maken, maar dan in deze ruimte. Dus de ruimte tussen die 2 groepjes in, daar maak je weer een groepje van 3, een losse en een groepje van 3. En bij die andere kant natuurlijk ook. Aan het einde van de toer maak je een losse en dat laatste groepje nog 2 stokjes erbij. En dan de toer sluiten in de derde losse. 1, 2, 3. En zo klopt het patroon gewoon weer hetzelfde. En dan kan je gewoon de volgende toer starten door eerst even met een halve vaste naar die volgende ruimte te gaan. En dan blijft het vanaf nu gewoon hetzelfde herhalen. En natuurlijk de puntjes maken. Ik heb de poncho helemaal afgemaakt. Ik heb in totaal 40 toeren gehaakt. En ik heb afgewisseld tussen 2 kleuren. Steeds 10 toeren rood en dan 10 toeren bruin. Als je goed kijkt naar de middenlijn waar de meerderingen zitten, dan zie je dat het een klein beetje naar rechts toe afbuigt. Dat komt omdat je steeds in dezelfde richting blijft haken. Als je in het rond haakt en steeds dezelfde kant op, dan gaat uiteindelijk het haakwerk een beetje verplaatsen, zeg maar. Als je dat wil voorkomen, dan moet je steeds om de toer van richting veranderen. Dus als je dan de toer sluit en je haakt je keerlossen, dan moet je het werk keren en de tweede toer dus de andere kant op haken. En dan kun je uiteindelijk een rechte lijn krijgen. Wat je dan wel hebt is dat je om de toer tegen de achterkant van de stokjes aan zit te kijken. En dan ja, moet je zelf maar even bekijken of je dat mooi vindt. Ik vind het zelf niet zo heel storend als die voorste lijn een beetje schuin wegloopt. Het valt niet heel erg op. Ik heb de poncho uiteindelijk afgemaakt met kwastjes aan de onderkant. Tussen ieder groepje in een kwastje draadjes. Voor een leuk effect. Het zijn gewoon een aantal draadjes van dezelfde lengte. Ik zal er even eentje losmaken. Een aantal draadjes van dezelfde lengte, die vouw je dubbel. De gevouwen kant steek je door het gaatje heen en dan haal je alle uiteindjes erdoorheen. En zo maak je een kwastje. Ik heb hier nog een voorbeeld, die had ik al een tijd geleden een keer gemaakt. Het principe van deze poncho is hetzelfde als die ik eerder heb laten zien. Wat je hier ziet zijn inderdaad allemaal van die groepjes van 3 stokjes. Ik heb alleen tussendoor het afgewisseld met een aantal toeren vaste. Als je dat doet, is het steeds 1 vaste in iedere steek, behalve op de plek natuurlijk waar je moet meerderen. Dan moet je met vaste ook verder gaan met meerderen, anders zou die punt niet doorlopen. En zo heb ik dat afgewisseld. Het garen wat ik hier heb gebruikt is zo'n garen wat vanzelf van kleur verandert, wat ook weer een heel leuk effect geeft. En ik heb aan het einde van de poncho, heb ik hier aan de binnenkant rond die beginketting van lossen heb ik opnieuw aangehecht en nog een paar toeren vaste gedaan om die kraag een beetje ja, extra af te werken, zeg maar. En ook aan de buitenrand heb ik afgewerkt met een aantal toeren vaste.